Dames en heren, welkom bij de historische context steden en burgers in de Lage Landen van 1050 tot 1700 voor het VWO. Paragraaf 1.2 steden, netwerken en bestuurders van 1302 tot 1602. Goed, wat gaan we vandaag leren? Vandaag gaan we eens kijken in welke handelsnetwerken Brugge, Antwerpen en Amsterdam actief waren. Het kenmerkend aspect dat erbij hoort is de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. En vooral dat tweede deel, de toenemende zelfstandigheid van steden, zullen we eens even gaan uitlichten. Brugge wordt in de loop van de 14e en de 15e eeuw steeds belangrijker als handelscentrum. We zien eigenlijk dat Brugge het centrum vormt van de handel in het noorden van Europa. Eigenlijk is het het tweede belangrijkste centrum na de Italiaanse handelssteden in Noord-Italië. Denk aan Venetië, denk aan Milaan. Die steden zijn op dat moment nog belangrijker, maar Brugge is een hele goede tweede. En het wordt eigenlijk langzaam maar zeker een financieel centrum. We zien veel Italiaanse kooplieden uit Noord-Italiaanse staten naar Brugge reizen om daar te handelen, producten te kopen en te verkopen. Waarom? Omdat Brugge ook een grote en belangrijke schakel is tussen de handelsnetwerken die bestaan tussen de Noord-Italiaanse handelsstaat en Noord-Europa. En we zien dat via de Hanze, het Hanzeverbond, er ook een groot handelsnetwerk bestaat tussen het noorden van Europa en Polen en de Baltische gebieden, de Baltische staten eigenlijk, hè, met de Noord- en de Oostzee verbonden. Je ziet eigenlijk een hele lange sliert van handelsroutes van helemaal vanaf de Baltische staten, denk aan Estland, tot Noord-Italië via zee en over land. En Brugge is eigenlijk het centrum van die handel. En we zien dat Brugge dus ook een stapelmarkt wordt. Wat betekent dat? Dat het de voornaamste plek is waar een bepaald artikel verhandeld wordt. Dat wordt daar gestapeld, met een mooi woord. En we zien dat Italiaanse kooplieden juist van Brugge een financieel centrum maken. Zij stichten daar bedrijven, compagnieën op openen allerlei filialen in Brugge. Die filialen, die handelsondernemingen, die ontwikkelen zich ook tot banken, tot wisselen en uitlenen van geld. En we zien dus heel veel financiële transacties ontstaan in Brugge. Waarom? Omdat het natuurlijk het centrum van die, eigenlijk de verbindende factor is tussen die twee grote handelsnetwerken. Denk aan de Hanze en het handelsnetwerk tot Noord-Italië. En al die financiële transacties, dat gebeurt middels wisselbrieven. Dat zijn eigenlijk gewoon een voorloper van de cheque. Velen van jullie zullen niet meer weten wat de cheque is, maar dat is eigenlijk gewoon een briefje waarop staat dit briefje is 100 euro waard of dit briefje is 150 euro waard. Daar betaal ik 150 euro voor, ik krijg dat briefje, ik lever dat briefje ergens anders in en ik krijg weer 150 euro terug. Ik wissel die brieven in, vandaar de naam wisselbrief. En handelaren die gaan ook handelen met die wisselbrieven. Ik koop voor 100 euro een wisselbrief en ik verkoop hem voor $120. En ik ga dus ook speculeren op de koersen van de verschillende munten. En we zien dus ook dat die wisselbrieven met winst verkocht kunnen worden. Hè. Als ik voor 100 euro een wisselbrief koop en ik wacht net zo lang totdat de wisselkoers gunstig is met de dollar, dan verkoop ik hem voor dollars, waardoor ik winst kan maken. En die winst in wisselbrieven en in valuta leidt eigenlijk tot het ontstaan van de eerste beurs waar deze transacties plaatsvinden. Waar dus gehandeld wordt in geld eigenlijk, hè, en niet zozeer in producten. En daar zie je dus dat Brugge een belangrijke rol speelt. Maar langzaam maar zeker is de hoogtijdagen van Brugge voorbij en langzaam maar zeker schuift het zwaartepunt naar Antwerpen. Waarom? De handel op zee wordt belangrijker en belangrijker. En Antwerpen is veel makkelijker te bereiken via de Schelde, de haven van Antwerpen bedoel ik dan, dan Brugge. Want Brugge ligt gewoon 100 kilometer landinwaarts. Al de producten moesten eigenlijk overgeladen worden op kleinere rivierschepen om bij Brugge te komen. Bij Antwerpen was dat veel gemakkelijker, omdat de Schelde veel groter en dieper was om grote zeewaardige schepen tot aan de haven te laten varen. En we zien dat Antwerpen vanaf het jaar 1500 die koploperspositie over gaat nemen.
Antwerpen speelt een hele belangrijke rol in een ander handelsnetwerk, namelijk zij importeerden Engelse wol voor de grote lakennijverheid die in Vlaanderen en Brabant plaatsvond. En nog belangrijker misschien wel, we zien dat Antwerpen de stapelmarkt wordt van Spaanse en Portugese koloniale producten zoals suiker. We zien dat vanuit de Nieuwe Wereld, vanuit de Portugese koloniën over zee en de Spaanse koloniën over zee, zien we dat koloniale producten haar weg vinden naar de Antwerpse haven. En op die manier vormt Antwerpen eigenlijk de deur tot het Duitse achterland. Dat Duitse achterland, wat we nu Duitsland noemen, is gigantisch groot, een gigantisch grote afzetmarkt. Maar geen toegang tot de zee. En Antwerpen biedt die toegang tot die zee. En daardoor zien we dat Antwerpen langzaam maar zeker de positie van Brugge gaat overnemen. Maar ook Antwerpen wordt langzaam maar zeker voorbijgestreefd door een nieuwe stad, namelijk Amsterdam. Waarom? Amsterdam wordt belangrijker en belangrijker omdat de import van graan uit Polen en het Baltische gebied, denk aan Estland, Letland en Litouwen, belangrijker en belangrijker wordt. De Hollandse steden moeten heel veel graan importeren. Waarom? Nou, de Nederlanden zijn in feite niet heel erg geschikt voor landbouw. De veenbodem is langzaam maar zeker in de 14e eeuw wel geschikt gemaakt voor landbouw met heel veel droogleggingen, hè, het polderen, inpolderen eigenlijk. Dat heeft heel veel moeite gekost, maar eigenlijk door natuurrampen en de veenafgravingen zien we dat het land eigenlijk gewoon te moerassig is, te nat is voor effectieve en productieve landbouw. Dus Hollanders zijn gewoon afhankelijk van de import van graan om hun stedelijke bevolking te voeden. En daarom gaan zij een belangrijke rol spelen en met name Amsterdam gaat een belangrijke rol spelen in de import van graan. En vooral Amsterdam profiteert enorm van die graanhandel. Waarom? Het ligt geografisch interessanter, het ligt namelijk veel noordelijker en dus dichter bij het Baltische gebied waar dat graan vandaan komt. En dan zie je dus dat het eigenlijk een overslagplaats wordt van de graanhandel. Goed, wat hebben we geleerd? We hebben gekeken naar die handelsnetwerken waarin Brugge, Antwerpen en Amsterdam actief waren. Nou, en het korte antwoord daarop is, nou, Brugge wordt eigenlijk de belangrijkste handelscentrum in de 14e en de 15e eeuw. Het was een stapelmarkt en fungeerde als een sleutelpositie tussen de Hanzesteden en het Noord-Italiaanse Staten. En daardoor wordt Brugge het eerste financiële centrum met de eerste beurs waar geld werd verhandeld. Antwerpen neemt die koplopersrol over in het jaar 1500. Omdat Antwerpen makkelijker te bereiken was via de zee. Waardoor de Portugese en Spaanse koloniale producten ingevoerd kunnen worden. En doorgevoerd kunnen worden naar het Duitse achterland. En Amsterdam neemt die koppositie in de 16e eeuw weer over. Omdat de graanhandel, de import van graan uit de Baltische Staten en Polen belangrijker en belangrijker wordt.